Yes! Girlboss Q&A. Alles wat je wil weten komt nu aan bod. De eerste vraag is, hoe ga je om met mensen die je onderschatten? Degene die de vraag stelde, die zei, ik ben klein en blond, net als jij, ik dus. En ik merk dat mensen me daardoor soms onderschatten. Wat te doen? Nou, als eerste is het natuurlijk belangrijk dat, ook al ben je misschien klein en zie je er schattig uit, dat de manier waarop je communiceert wel heel duidelijk, helder en sterk is. Dus dat je je niet naar dat plaatje gaat voegen door bijvoorbeeld heel twijfelachtig te praten. Zorg dat je stijl van communiceren in ieder geval sterk en helder is. Wat je natuurlijk ook kan doen als je merkt dat iemand je een beetje kleiner probeert te maken, is simpelweg vragen waarom dat gebeurt. De kern is dus vooral je acties voor je te laten spreken. En als dat echt niet werkt, gewoon eens één op één met die persoon aankaarten wat er precies gebeurt. Iemand vraagt, ik studeer communicatie en multimedia en wil graag werken in de mode. Heb je tips die ik nu al kan doen om mijn cv aantrekkelijk te maken? Ja, superveel tips. In de mode werken is natuurlijk best wel een abstract begrip. En ik heb ook het idee dat ik daar misschien een aparte video een keer over moet maken. Wat in elk geval een goede stap is, is om een beetje uit te vogelen wat je precies zoekt in de modewereld. Want wil je bijvoorbeeld gaan schrijven? Wil je fotograferen? Spreekt styling je aan? Ben je misschien een make-up artist in wording? Er is natuurlijk zoveel wat je kan doen en nu noem ik nog maar 1% van de jobs op. Dus probeer vooral uit te zoeken in welke richting je interesse ligt, want hoe specifieker je die voor ogen hebt, hoe doelgerichter je natuurlijk ook stappen kunt gaan maken. Als je het hebt over in de mode willen werken, dan zou ik er ook voor zorgen dat je zoveel mogelijk informatie hebt over de mode als industrie. Dus misschien wil je wel ontwerper worden, maar dan loont het ook om te weten wie bijvoorbeeld de grote namen zijn bij tijdschriften, hoe inkoop van kleding werkt bij warenhuizen, hoe het eigenlijk zit met bijvoorbeeld tarieven van kleding, dus waar wordt het voor gemaakt en waar wordt het voor verkocht. Zorg dat je echt als een spons zoveel mogelijk opzuigt, want dat maakt je natuurlijk stukken sterker en stukken meer ontwikkeld dan andere mensen. Iemand vraagt ook, hoe sleep je jezelf er doorheen als het soms even slecht gaat? En ik heb natuurlijk in mijn video's altijd een hele bubbly, energieke vibe. Want ik heb ook altijd zin om een video te maken. En dat is dan gewoon hoe ik me voel als ik tegen jullie praat. Maar zo voel ik me natuurlijk ook niet 100% van de tijd. En ik heb ook wel eens een dag, een week of een maand waarin ik echt denk, oh, niks gaat goed. Dit is niet wat ik wil. Ik voel me niet fijn. En weet ik veel wat, dat je gewoon helemaal in zo'n negatieve spiraal zit. Wat ik dan zelf altijd in gedachten probeer te houden is dat het ook oké is als ik bijvoorbeeld 80% van mijn capaciteiten benut. We zijn vaak geneigd om 100 of 200% voor iets te gaan. En als je gewoon iets minder doet, dan is het resultaat misschien nog wel bijna hetzelfde. Alleen jij gaat waarschijnlijk zien dat het net niet perfect is. En dan doe je het soms maar even op 80 of 70%. En dat is ook oké, want dan kun je met die reserve-energie gewoon weer een beetje opladen. Ik probeer ook altijd in gedachten te houden, is hetgene waar ik me zo aan relaxed over voel of zo over op zit te winden over 5 jaar nog belangrijk? En vaak is dat dan niet zo en dan denk ik, ja, dan heeft het ook niet echt zin om me er nu zo druk over te maken. En praktisch gezien probeer ik dan alles wat niet echt noodzakelijk is te cancelen uit mijn agenda. Dus misschien vage koffieafspraken of dingen die ik eigenlijk niet per se hoef te doen, maar voor mezelf als doel heb gesteld, die probeer ik allemaal te cancelen en me alleen te focussen op wat echt op dat moment moet gebeuren. En die andere dingen die komen daarna dan wel even. Dus eigenlijk ben je vooral een bewaker van je energie. Hoe stel je realistische doelen voor jezelf? En dat vind ik echt wel een hele mooie vraag. Want we leven natuurlijk in een tijd waarin we ons de hele tijd vergelijken met andere mensen. Ik denk dat we daar allemaal gevoelig voor zijn, zeker als je op Instagram zit of op andere social media. Eigenlijk de grote valkuil is dat we ons eigen beginpunt vergelijken met het middelpunt van iemand anders. Dus iemand die misschien al jaren met iets bezig is en dat ziet er fantastisch uit, dat hebben wij nu nog niet. Terwijl wij aan het begin van iets staan. Dus ja, natuurlijk hebben wij dan nog niet dat afgetrainde lichaam of perfect ingerichte huis of wat dan ook, die dream job die al 3 lagen boven die van jou zit. Als we net beginnen, dan moeten we daar nog naartoe werken. Dus het heeft geen zin om jezelf in de beginfase te vergelijken met iemand die al veel langer bezig is. Het is niet realistisch, het klopt ook niet en je wordt er alleen maar helemaal depri van. En daarnaast weet je natuurlijk ook helemaal niet welke offers iemand heeft moeten brengen om daar te komen. Wat wel helpt voor mij in realistische doelen stellen is dat ze niet alleen in mijn hoofd rondzweven, maar dat ik ze ook daadwerkelijk inplan. Dus
Om je doelen ook in concrete tijdblokken in je agenda te zetten, helpt ook heel erg om zicht te krijgen of het überhaupt haalbaar is. Iemand vraagt, heb je tips om te netwerken? Ik vind het heel lastig, maar het lijkt heel belangrijk te zijn. Ja, het klinkt altijd een beetje vaag, netwerken. Ik zie dan ook altijd zo'n beeld voor me dat je een net uitgooit of zo. Super vaag. Maar zeker als je in een creatieve industrie werkt of als je zelfstandig bent, wat een steeds groter aantal van ons zijn in onze generatie, is het wel belangrijk dat mensen je kennen, dat ze weten wat je doet, dat ze weten waar je voor staat en hoe ze je kunnen vinden. Dus in de fysieke wereld met mensen contact leggen, wat netwerken is, is best belangrijk voor de meeste mensen. Tips die ik dan heb zijn, gek genoeg, ook al lijkt het natuurlijk meest in tegenstelling, want je bent jezelf aan het verkopen, is niet te pushy zijn en niet een soort keiharde sales pitch houden over waarom jij fantastisch bent en wat voor werk je allemaal doet. Daarmee te maken heeft dat je toegankelijke vragen stelt, dus dingen die vrij luchtig zijn, waar iemand sowieso een goed antwoord op kan geven. Misschien is het fijn als iemand iets over zichzelf kan vertellen en wat hij voor werk doet. Een derde tip is om veel te glimlachen, want heel erg bepalend voor hoe we iemand onthouden is natuurlijk het gezicht. Wat gebeurt er bij de ogen, maar ook voelen we ons prettig bij iemand. En dat gaat gewoon een stuk makkelijker als je een vriendelijke uitstraling hebt en als je veel glimlacht. De vierde tip is niet alleen maar over jezelf praten. En een vijfde tip is je passie laten voelen. Want het doel van netwerken is natuurlijk dat diegene wegloopt en denkt, goh, dat was een leuke persoon en dat was een inspirerend gesprek. En als je laat voelen waar je gepassioneerd over bent, dan zul je een veel duidelijkere en ook langdurige indruk achterlaten. En een zesde tip is zorgen voor een follow-up moment als je iemand interessant vindt. Dus zorg ervoor dat je die avond of de dag erna of ergens in die week nog even een berichtje stuurt of een mailtje stuurt, zodat je ook in de online wereld met elkaar geconnect bent en diegene weer een herinnering aan je heeft. Hoe kan ik geld verdienen in de grafische industrie of de mode-industrie zonder dat ik ervaring heb? En daar heb ik even over nagedacht, want dat is best een lastige vraag, want geld komt nou helemaal niet zomaar naar ons toestromen en zeker als je geen ervaring hebt, is dat best een tricky ding. En waar het volgens mij heel erg om gaat als je zelfstandig bent, en dat kan zijn als je dus net begint of misschien iets meer ervaring hebt, is in elk geval dat je zichtbaar bent en dat je concreet bent. Dus stel je hebt nog niet zoveel ervaring of eigenlijk nog geen, ik weet natuurlijk niet precies hoe het zit, zorg dan in elk geval dat heel erg zichtbaar is wie je bent en wat je grafische stijl is. Dus bijvoorbeeld op Instagram of via een mooie website die je hebt of een hele toffe Facebookpagina die je begint. Het helpt ook om dan bijvoorbeeld een mooi Pinterest-account te hebben waar je allerlei grafische inspiratiemappen in opslaat. Want een potentiële werkgever kan daar dan toch een gevoel krijgen voor wat je stijl is en wat je eventueel kan doen. Een vriendin van mij heeft ooit een baan in een grafische omgeving gekregen omdat haar Pinterest-board er fantastisch uitzag en heel veel volgers had. Dus zoiets kan ook een mooie manier zijn om jezelf echt te laten zien, zonder dat dat per se in een mega portfolio zit. En met concreet zijn bedoel ik dan, oké, je hebt misschien nog geen ervaring, maar wat kan je specifiek betekenen voor iemand die jou in moet gaan huren? Wat je dan bijvoorbeeld kan doen als je grafisch bent, is misschien een soort duidelijke pakketjes maken. Dus stel je wil inderdaad grafisch en dan in de mode zitten. Misschien kun je laten zien wat je kan doen voor bloggers, bijvoorbeeld een website layout, een logo en een visitekaartje. Misschien kun je grafisch werk voor YouTubers maken die bijvoorbeeld thumbnails voor video's nodig hebben of toffe nieuwe grafische effecten in hun video's kunnen gebruiken. Misschien kun je kijken wat doen bijvoorbeeld de drie grootste modebladen online en hoe kan jij die websites pimpen of de artikelen toffer maken qua beeldstijl en dan misschien gewoon een mail sturen naar die magazines. Dus je kunt eigenlijk heel concreet aangeven wat jij zou kunnen bieden. Dat helpt dan veel. En dit waren ze, een aantal van de door jullie gestelde vragen. Ik vond het super leuk om te doen en ik hoop dat jij er ook wat inspiratie uit kon halen. Ik kon helaas niet alle vragen beantwoorden, maar ik heb al heel veel video's gemaakt over dit soort topics. Dus mijn carrièrepad of hoe maak je van een passie een bedrijf? Of hoe pimp je je cv en sollicitatiebrief? En score je de job waar je van droomt? Check dus zeker even de Girlboss en carrière playlist op mijn kanaal, want daar vind je nog veel meer. En als je niks wil missen, vind ik het natuurlijk super leuk als je je abonneert op mijn kanaal. Tot in de volgende video, doeg!